De Grand Prix van Spanje was op zijn zachtst gezegd niet echt heel erg spannend. Er gebeurde niet veel opvallends op het asfalt, echter naast het asfalt ging het er misschien nog wel heftiger aan toe. Meerdere keren liet Verstappen over zijn boordradio weten dat hij ontevreden was over zijn banden. De Nederlander die zinde op een bandenwissel, maar Red Bull die weigerde hem maar naar binnen te halen. Dat was volgens Verstappen niet de afspraak. Verstappen kreeg het gevoel dat zijn team te veel focus had liggen op Mercedes en meer naar hun eigen race moest kijken. De communicatie tussen Verstappen en Red Bull viel ook NOS-journalist Louis Dekker op, die het commentaar verzorgt op Radio 1. De tweet van Dekker schoot vader Jos Verstappen in het verkeerde keelgat. Wat is Omroep Max weer actief op de boordradio, hè? Nou, vader Jos die reageerde met: goh Louis, jij met je kinderachtige commentaar, hebben ze niet wat serieuze mensen bij de NOS? Daarmee kwam de discussie zeker niet ten einde, want Dekker vroeg daarna of Jos te gast wou zijn bij de NOS-podcast. Kijk jij maar dat je luisteraars overhoudt. Verschrikkelijk commentaar en raar vinden dat Max niet met je wil praten. Ga eens voorbereid en kom met wat fatsoenlijke vragen. Waarschijnlijk ben je daar te laat voor, reageerde Jos. Toch wel een pittige discussie van vader Verstappen. En Lewis Hamilton die reed eigenlijk de hele Grand Prix van Spanje onbedreigd aan de leiding en pakte alweer zijn vierde overwinning van dit seizoen. De Brit had verwacht dat de banden weer een probleem zouden worden voor Mercedes in het hete Spaanse weer. Maar Hamilton en zijn team die hadden goed hun huiswerk gedaan en konden zelfs langer door dan aanvankelijk gedacht werd. Ik zat een beetje in mijn eigen wereld, voelde me heel erg goed en het was een fantastische prestatie van het team, zei Hamilton na afloop van de race. Het was een beetje verrassend omdat we natuurlijk die problemen met de banden hadden. Maar omdat we begrepen wat de vorige keer misging op dat gebied, konden we vandaag dit resultaat behalen. Dit is iets waar ik veel tijd aan heb besteed voor de race. De bandenstrategie. Zodra ik door had dat ik langer door kon met de banden dan we eerst dachten, durfde ik zelfs te denken aan een eenstoppen. Maar we hoefden uiteindelijk geen risico te nemen met de zachte banden. Daarnaast heeft Lewis nu ook het record van Michael Schumacher gebroken met de meeste podia. Is Lewis dan ook de beste coureur aller tijden? Nou, laat dat weten in de comments hieronder. En Bottas die startte naast zijn teamgenoot Lewis Hamilton op de eerste startrij, maar had zo'n slechte start dat Max Verstappen hem moeiteloos kon passeren. Vervolgens viel Bottas zelfs terug naar de vierde plek tussen beide Racing Point coureurs in. Dat kostte de Finn uiteindelijk heel erg veel tijd. Uiteindelijk wist hij Lance Stroll wel weer terug te pakken, maar eigenlijk was het toen al duidelijk voor Bottas dat hij een verloren race reed. Het enige lichtpuntje was de snelste raceronde die hij nog wel op zijn naam kon zetten. Aangezien het gat naar Verstappen zo groot was, werd Bottas in de laatste ronde naar binnen gehaald om te wisselen naar de mediums. Op die band klokte Bottas de snelste raceronde, waardoor hij een extra puntje binnenhengelde. Het is een klein doekje voor het bloeden voor de teleurgestelde coureur van Mercedes. Het sleutelmoment was voor mij de start. Daarna was het moeilijk voor mij. Iedereen weet hoe moeilijk het is om erin te halen op dit circuit. Ik weet niet wat er gebeurde, maar Lewis had een goede start en de jongens achter mij hadden een slipstream. Aldus Bottas voor de microfoon van Martin Brundle. Dat was hem dan, de Grand Prix van Spanje. Wat vond jij van de race? Laat het weten in de comments hieronder. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!